De ontdekking van Juice Canale dat André Hazes junior een 2-onder-een-kap-woning heeft gekocht in Wilnis blijkt te kloppen. Een verslaggever van Shownieuws heeft namelijk even aangebeld bij de huidige bewoners en die bevestigen het nieuws, vertelde showkenner Bart Ettekoven in de uitzending van gisteravond. Het betreft een energiezuinige nieuwbouwwoning uit 2020, die voor maar liefst 8,5 ton te koop stond. Daar krijgt André dan 177 vierkante meter woonoppervlakte voor terug. De nieuwe wijk De Merke ligt aan de rand van Wilnis, tegen de grens met Meidrecht. De wijk kenmerkt zich door het vele groen en de brede lanen, staat in de Funda-advertentie. Wat hebben de huidige bewoners erover te zeggen? Bart, ze kwamen uiteindelijk toch naar buiten. Zij hebben ons bevestigd dat het dus inderdaad André Hazes is die hun huis heeft gekocht, dus we kunnen het bij deze officieel melden. Voor 848.000 euro althans, dat was de vraagprijs. Bart vindt het opvallend dat André's keuze op deze woning is gevallen. Het is een leuke 2-onder-een-kap, maar ik dacht wel meteen, het is wel echt in een straat met veel huizen. Ik bedoel, vanuit de achtertuin kijken er minimaal 5 andere huizen in zijn achtertuin. Het is nou niet dat je zegt, het is een lekker privacy-prettige plek. Collega Tooske Ragas bezorgt, je krijgt dan een beetje Meiland-taferelen. Die zijn om die reden toch ook vertrokken? Bart, we spraken ook wat mensen die er in de buurt wonen en die maken zich ook best wel zorgen om de rust. Hazes familievriend Guido den Aantrekker, ik denk dat het wel meevalt. Geen hek en geen oprijlaan, krijgt André geen last van opdringerige fans of een van zijn hysterische exen? Bart, ik woonde vroeger niet zo ver bij Connie Witteman vandaan in Voorburg, daar ben ik opgegroeid en daar stonden echt regelmatig mensen voor de deur voor een foto met handtekening. Volgens mij is die tijd wel een beetje voorbij. William Rutte, nou, bij Frans Bauer wordt er nog een paar keer per dag aangebeld, begreep ik laatst. Bart, ja, maar ik denk dat het misschien bij André Hazes wat minder is. Guido vindt het wel een goede keuze. Wat ik wel leuk vind is dat je merkt dat in buurtjes waar BN'ers wonen, dat die het uiteindelijk toch ook altijd voor die BN'ers gaan opnemen en een vangnet vormen. Hij merkte het zelf een keer toen hij met een paparazzo probeerde een BN'er te fotograferen. Dan worden ze altijd gewaarschuwd van, er zijn fotografen in de straat. Dat vind ik wel heel goed. William, de buurt kan in elk geval wel lekker gaan bijverdienen bij die Juice Canale. Thank you.
We'll be right back.